We staan in een speeltuin, maar kinderen? Nee, dat nog niet, want de speeltuin is volop in wording. Ja, we staan hier in het Katoenpark. Het laatste onderdeel van het singlepark, het laatste onderdeel van fase 1 van het singlepark, is het maken van een hele gloednieuwe natuurspeeltuin hier. Vandaag, zoals je ziet, zijn een aantal eerste van de speeltoestellen geplaatst. En in juni gaat de nieuwe speeltuin open en ik kijk er enorm naar uit. Ja, het is heel veel hout ook, hè, wat er nu aan de speeltoestellen is neergezet. Klopt, heel veel mooie houten natuurlijke materialen. Water speelt ook een belangrijke rol, want het is een natuurspeeltuin. Dus kinderen kunnen hier een geluk op vanaf juni als die weer open gaat. Dat opengaan is wel bijzonder, want hij gaat echt open en blijft ook open, hè? Dag en nacht zelfs. Dat klopt. Tot nu toe was dit een speeltuin waar je alleen overdag in kon en ook tegen betaling. Maar als hij heropend is, dan is hij voor iedereen toegankelijk. Kunnen alle kinderen hier komen spelen. Extra leuk om te melden, er wordt ook heel veel rekening gehouden met kinderen met een beperking. En het blijft ook open voor andere bezoekers, zodat je hier tijdens je singleparkroute ook lekker kan wandelen. Want daar wordt dit echt onderdeel van straks, van het singlepark. Ja, het is echt onderdeel van het singlepark. We zijn hier naast het Lakenpark. Dat is een gloednieuw park midden in het centrum. Die gaat ook binnenkort open, ook ongeveer in juni. En het Katoenpark, de natuurspeeltuin, grenst daaraan. Dus het wordt eigenlijk één mooi geheel. Peter, toen jij kwam, ging de speeltuin ongeveer dicht, denk ik? Nou, bijna. Bijna, dat klopt wel. Het vorige bestuur heeft eigenlijk de hele vernieuwing in gang gezet. En die zaten al heel lang in het bestuur. Hun kinderen zijn ondertussen ook al lang geen kinderen meer. Die hebben zelf bijna kinderen. Ja, bijna. Maar kwamen we eigenlijk met een groepje ouders wat hier veel kwam op het idee van nou, zullen we niet eens wat meer voor de speeltuin gaan doen. En zo kwamen we in contact met het oude bestuur. En dat ging eigenlijk heel goed, dat klikte wel. En in een soort warme overdracht zijn we verder gegaan. En inmiddels is er een vijftallig nieuw bestuur aangetreden. En het oude bestuur draait nog wel mee hoor, want het is heel wat zo'n verbouwing. Dat doen we eigenlijk allemaal nooit zomaar. Zij hebben ons daar behoorlijk in wegwijs gemaakt. Dus dat de gemeente met dat singlepark bezig was, dat heeft jullie waarschijnlijk wel goed geholpen. Ja, zeker. Eigenlijk toen het singlepark, toen dit stuk echt in beeld kwam, begon het veel meer vorm te krijgen en begon het ook soepeler te lopen. En dat was wel heel fijn. Want we hebben sindsdien eigenlijk zulke positieve ervaringen met de gemeente op onze vernieuwing. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat wij heel erg blij zijn.